Wij hoeven vaak niet met elkaar, maar we kunnen ook niet zonder elkaar. Dat zeker. Dat zeker. Hier bij Bouwhuis in Zoetermeer hebben wij al 8 jaar het onderhoud. Dat doen wij de storingen en aanpassingen aan het systeem. Mijn functie bestaat heel veel uit monteren van diverse werktuigbouwkundige installaties. Vervangen van appendages, zijkleppen, pompen, renovaties. Ik ben Aziz en mijn functie is service engineer. Ik doe beheer, onderhoud, zowel werktuigbouwkundig als elektrisch. De kerntaak is eigenlijk communicatie naar de klant. Dat is eigenlijk 50% van je werk. Elke dag, zelfs elk uur, kan anders zijn. Je kan maar zo zitten aan een schakelkast en er is een calamiteit en dan zit je aan de lekkage. Wat ik het leukst vind is een storing waar mensen niet uitkomen. Gewoon iets wat pittig is, die ik wel kan oplossen waardoor ik de klant ontzorg. Als monteur ga ik dagelijks op pad met de verscheidenheid aan gereedschap. Graven naar locatie, daar doe ik mijn werkzaamheden. Het kan een kanalenwerk zijn voor een luchtbehandelingskast, koelingsleidingwerk, cv-leidingwerk. Ja, het is veelzijdig. Het gebouwbeheersysteem, dat zijn eigenlijk onze sensoren zoals ik ze noem, die bijna elk gebouw heeft. En de storingen kun je ook op afstand, voordat je eigenlijk naar het gebouw rijdt. Dan kun je eigenlijk al zien wat er aan de hand is. En daar werken we veel mee. Daarentegen rijd ik met mijn bus veel rond met veel handgereedschap. En die straalt mijn hoofddoel uit monteren. Ik heb met meerdere klanten contact, meerdere gebouwen in beheer, dus dan ben je meer de sjaak. Ik heb geen bus, ik heb wel gereedschap. Ik heb een grote bus met veel gereedschap erin. In mijn auto zit onder andere een lasapparaat, draadsnijmachine, reciprozaag, boormachine, accuboormachine, buigtangen, pijpentangen, klimgereedschap, divers. Het is zo veelzijdig dat ze het niet begrijpen. Kijk, je moet het zo zien. Wat hij maakt, dat beheer ik. Ja? Dus als het stuk gaat wat hij maakt, dat maak ik weer goed. Dat is het verschil eigenlijk.